De gay maakt het ook wel heel aantrekkelijk om dat dan weer te beïnvloeden. Dus een soort van kip en ei verhaal. Hoe kijk jij daar tegenaan, Ingo? Aan wie ligt het? Aan de game of aan de persoon? Ik denk meer aan de persoon, want hoe leg je dat uit? Er zijn wel wat verslavingselementen in een game, maar de persoon moet het maar oppakken. Ja. Dus ja. Die verslavende dingen, dat is onder meer World of Warcraft, hè? Dat is echt een verslavend game. Jeroen Lemmens, je hebt dat zelf ook gespeeld? Wel ja, toen het uitkwam, niemand wist dat het zo verslavend was natuurlijk. En ik wil niet zeggen dat het verslavend is voor iedereen. Maar op dat moment raakte ik daar wel verslingerd aan, laten we zeggen. Wat doe je dan? En vrienden ook, ja. Je zit in een wereld met je vrienden en duizenden andere mensen. En doe je samen dingen, versla je draken. Fantastisch. En ik merkte dat ik na 4 maanden toch echt wel even mijn scriptie moest afmaken. En toen ben ik wel gestopt. En dat is ook wel gelukt. Alleen, ik zag in mijn omgeving dat een heleboel anderen dat niet konden. En die konden gewoon echt, die deden niks anders meer. En doen nog steeds niks anders meer. Het probleem met World of Warcraft is dat er nooit een einde aan komt. Ja. Er komen steeds updates. Dus er is geen doel. Er is wel een doel waar hij zegt, je gaat proberen armor te halen en je sterker te maken. Maar door die updates wordt het steeds het doel verder gesteld en blijf je ermee bezig. Ik wil er even een stukje naar kijken, want dan gaat het wat meer leven voor de mensen die het niet kennen. Een fragment uit World of Warcraft. An ancient evil has risen. And the world will never be the same. New conflicts erupt as old enemies vie for control of the world's diminished resources. Ja. Is dit goede herinneringen ophalen, Jeroen Lemmens? Nou ja, fantastisch. Nee, het is echt een van de allerbeste games aller tijden, absoluut. Maar dan zit ik me toch af te vragen, mijn vrienden zijn het ook zo gaan spelen. We hebben het net over, ligt het nou aan degene die het speelt of aan de games? Hadden al jouw vrienden dan een probleem? Dat wil ik niet zeggen, maar je ziet wel, uit ons onderzoek blijkt ook wel dat mensen die wat eenzamer zijn, wat sociaal minder vaardig zijn en ook wat minder zelfvertrouwen hebben, dat zijn vaak aanleidingen om echt verslaafd te raken aan videogames. Maar dat zou dan ook voor jouw vrienden hebben moeten gelden? Nou ja, niet veel van mijn vrienden, maar er zijn een paar van mijn vrienden. En er zijn nog een paar en die zie ik ook eigenlijk bijna niet meer. Ik zou ze ook niet meer tot mijn vrienden rekenen. Okay. Omdat ik ze niet meer zie. Maar ja, vervolgens, omdat ze zo verschrikkelijk veel tijd eraan besteden en alleen maar met dat spel bezig zijn, dan dat isolement wordt alleen maar groter. En ze trekken zich nog verder terug uit het sociale leven. En we zien ook uit ons onderzoek dat niet alleen eenzaamheid niet alleen een oorzaak is van gameverslaving, maar ook weer een gevolg daarvan. Dus dat de mensen die echt gameverslaafd zijn of daar ernstige tekenen van vertonen, die worden daar nog eenzamer van. Stan, als je het allemaal hoort, schrik je daar dan van? Nou, ik ben het wel voor een deel eens ermee, maar je kan het ook bekijken. Door de games die je met vrienden speelt, onderhoud je contacten ook weer. En jij hebt ook een spreekbeurt gehouden van de week. Je vindt dat het allemaal veel te negatief wordt gedaan over die games. Ja, absoluut. Wat was het motto van jouw spreekbeurt? Ja, dat games vooral ook positieve invloeden hebben op niet alleen de mens, maar ook op de maatschappij zelf. Geef daar nog eens wat meer voorbeelden van, want je zei net al een paar dingen. Bijvoorbeeld een game kan bijvoorbeeld een chirurg helpen om de vaardigheden te ontwikkelen om met een computer te kunnen opereren. Games zijn meestal Engels gesproken en geschreven, waardoor je de Engelse taal ook wel weer wat beter leert. Ja. Dus dat zijn zo de voordelen, meneer Bergsma? Ja, ik denk inderdaad dat het voordeel juist is. Alleen, ik zou er wel bezwaar tegen hebben wanneer mijn zoon bijvoorbeeld 8 uur per dag ging. Mensen ergeren je nieten. Want er zijn natuurlijk ook veel andere dingen die moeten gebeuren. En dat is mijn punt wel een beetje. Hè? Als je werk hebt, je hebt studie, dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat je werk of je studie of je partnerrelaties daaronder gaan lijden. En daar lijkt het zo nu dan wel wat op als ik de verhalen, als ik daar de man hier achter me zie die er 's nachts doorspeelt. Dan denk ik, wat zeggen jouw vrienden daarvan? Of wat zegt jouw baas daarvan? Of... Ingo? Mijn moeder is er niet echt mee eens, inderdaad. Die vindt dat ik inderdaad ook veel te lang mee doorga. En die zou liefst een stokje ervoor willen steken. Maar dat lukt haar niet altijd. Waarom niet? Waarom niet? Omdat ik het buiten de deur doe. Wat zeg je nou? Ja? Omdat ik het buiten de deur doe. Ik ontvlucht een beetje het huis omdat ik thuis... Oh, jij gamet buiten de deur? Ik game buiten de deur. Oh, oké. Ik dacht dat je zei dat je moeder de deur uitstuurde. Oh, nee hoor. Nee, dan begrijp ik je verkeerd. Dat is wat we zagen en waar je net... Maar je speelt het niet met je moeder, begrijp ik? Nee, ik speel het zeker niet met mijn moeder. Die heeft ook totaal geen interesse voor. Maar goed, meneer Bergsma, Stan zegt, je leert er beter Engels door. Een chirurg, motorieke vaardigheden. Ik denk dat het inderdaad juist is, maar het is een kwestie van meer of minder.
zoals het met alles een kwestie van meer of minder is. He, wij roken niet, want als je een keer gaat roken, dan is het niet een kwestie van meer of minder. He, rokers die zijn over het algemeen ernstig verslaafd, blijkt uit onderzoek. Maar ik denk dat je toch wat op moet passen. En huiswerk heb je natuurlijk ook. Ja, maar ik, zoals meneer Daar al zei, dat hij het extreem vond dat ik wel eens 30 uur... 13 uur op een dag gamede, dat is ook echt uitsluitend als ik al mijn huiswerk en al mijn schoolwerk af heb. Ja, maar is de frisse buitenlucht niet veel beter? Ja, ja, op zich wel, ja, maar... Ah, kijk, dat wou ik maar even horen. Ga je daar dan ook nog wel naartoe, naar buiten, of is binnen aantrekkelijk? Ja, absoluut, ja. Ja, ik ben regelmatig buiten met mijn vrienden, ja. Hoe gaat dat met de leerlingen op school bij jou, Mario Isaac? Ja, iets minder. Ja, ik kan niet zeggen wat zij buiten de school doen. Ik zie ze in school. Maar wij hebben op vrijdagmiddag bijvoorbeeld een keuzemiddag waarin ze kunnen kiezen. En daar loopt het gamen bijvoorbeeld erg vol. Zeker 20 leerlingen die daarvoor kiezen. En wat doet dat met een gymleraar? Ja, dat is een hele goede vraag. Gelukkig zitten er ook actieve keuzes tussen. En we hebben ook een heel veel leerlingen. We zijn meer een praktijkschool. Dus we hebben leerlingen dat zijn doeners. En gelukkig, het grootste deel kiest voor het praktijk, omdat ze dat leuk vinden. Maar tijdens een gymles zie ik vrij weinig van het gamen, omdat ze bij mij toch moeten rennen en moeten sporten. Het enige wat ik wel zie, is dat het overgewicht toeneemt, de obesitas. En ja, dat kan met het gamen te maken hebben, omdat Dirk zei het over een stofje of die vrijkomt. Ja. Adrenaline, dat komt vrij en dat is een heerlijk gevoel. Maar het is gemaakt om te vechten of te vluchten. Mm-hmm. Het is eigenlijk een reactie voor angst en voor sport. Maar op het moment, wat veel mensen niet weten, is dat als adrenaline in je lichaam blijft zitten, dat je cholesterolgehalte gaat stijgen. En dat veroorzaakt snel overgewicht. En het is niet zozeer het eten wat de gamers niet doen, of het slechte eten, maar juist het niet bewegen en het constant in spanning zitten, omdat die game zo spannend is, dat levert dat verhoogde cholesterolgehalte. Joyce Gerritsen, jouw zoontje, die speelt Ik vind dat wel interessant. Ik wilde even op inhaken. Ja. Nou, wat ik me afvraag is, juist omdat er zoveel kinderen van gamen houden, is waarom scholen niet ook spelcomputers aanschaffen, bijvoorbeeld, ik weet niet of ik namen mag noemen, maar er is een bepaalde spelcomputer waar je heel veel bij moet bewegen. Mag ik dat zeggen? Ja, de Wii. Nee, ja, de Nintendo Wii. Ja. Ik geef aerobic les. Mm-hmm. En ik, op de Nintendo Wii? Gewoon in de zaal. Maar ja, ik koop dan wel spelletjes zoals Zumba, Pilates, yoga, Wii Fit, al dat soort dingen. Ik speel dat ook met mijn kinderen. Daar beweeg je dus heel veel bij. Maar het verschil tussen bewegen en... Nou, maar je beweegt op dat balancebord. Is er een verschil? Wat is het verschil dan, Mario? Het verschil is het sociale, de leeromgeving. Maar dat doe je toch met z'n allen? Je doet dat om de beurt. Je probeert elkaars punten te verbeteren. Als ik aan u mag vragen, als u mag kiezen, voor een computer staan, de Wii, en daar de aerobics les geven aan mensen die op het internet, of in een zaal met de mensen voor je die ook met jou meebewegen. Waar zou ik voor kiezen? Nou, het gaat er meer om dat je met je leerlingen, omdat je weet dat je leerlingen het zo leuk vinden om te gamen, dat je dan misschien wat meer in de les kan integreren. Dus dat je samen, als met leerkracht, ook ervaart van wat is dat gamen nou? En, ja, oké, ik snap, maar je ontwijkt Steve, de vraag. Wat wil jij erover zeggen? Steve, wat was je vraag? Ja, Steve wilde ook wat over zeggen. Het is niet altijd zo dat alle kinderen gelijk met de games zullen bewegen. Nee, dat weet ik. Dat is bijna nooit zo. Daar zijn ze niet aan verslagen. Nee. Jammer. Dus daar helpt gamen om meer in beweging te komen, zeg jij, Steve? Denk ik niet. Maar mag ik ook inhaken? Ik vind het geweldig dat jullie dus op vrijdagmiddag die gelegenheid geven. Ik denk dat het heel verstandig is om ook jongelui op die manier ermee bezig te laten zijn. Maar de vraag is natuurlijk, en dan kom ik even terug op mijn vrouw, daar verderop. Waar is de school voor bedoeld? Die kan toch nooit bedoeld zijn om leuk te zijn of alleen maar leuk te zijn en kinderen aan het gamen te helpen. De school is bedoeld primair om kinderen die dingen te leren die ze nergens anders kunnen leren. Ja, maar bijvoorbeeld met sporten.